Breda Nu. Je weet het meteen. Leuk weer te zien, jongen. Ja, wat fijn. Zellig, hè? Maandje later, we hebben leuke dingen meegemaakt met ons nak. Oh ja? Wat dan? Nee, gelukkig was er lekker biertje onderweg naar Emmen. Maar wat was dat een deceptie, zeg. Ben je mee geweest? Ja, ik ben toch maar gegaan. Ben je gek? Ik dacht, we gaan daar bij puntjes halen of zo. Want we waren toch goed bezig, hè? Tegen ADO Den Haag hadden we gelijk gespeeld. Tegen Willem II daarvoor al een puntje gehaald. En dan die verrassingsoverwinning. Natuurlijk. Die had ik eigenlijk niet verwacht, hoor, tegen Heracles. Ja, nee, ik ook niet. En ik had natuurlijk de pech, want ik was er weer niet bij. Ik ben dus twee wedstrijden niet bij geweest. Het lag aan jou. De Graafschap en Heracles. Ja. Sorry mensen. Die hebben ze ook allebei gewonnen. Dus ja, ik heb mijn seizoen ook maar weggedaan, denk ik. Ja. Het beste voor de club, hè? Ja. Maar inderdaad, Heracles stond vier of zo. En dan kan het in één keer wel. Ja, klopt. Ja, maar een verrassing, hè? Dat is wel typisch NAC natuurlijk. Dat we de punten pakken tegen clubs die niet onze concurrenten zijn, blijkbaar. En tegen onze concurrenten, dat is weer echt de story of our life. Tegen Emmen, of all clubs, dat we daar gewoon 2-0 tegen verliezen. En, vrij kansloos nog wel. En vrij kansloos, we hadden echt niks meer in te brengen. De eerste helft ging het nog wel. Daar leek het nog ergens op. We dachten ook van, daar is bijna geen probleem. Oké, we gaan dit nog wel uitballen. Maar de tweede helft, ik weet niet wat ze daar in die kleedkamer hebben gedaan in de rust. Maar daar leek helemaal nergens op. Het was ook echt schandalig. Geen idee wat ze daar hebben gedaan. En volgens mij hebben ze niet eens een keer op goal geschoten. Dat is goed, nee. Weet, toch? Nee, het was... Emmen, man. Nee, maar het is wel... Ja, het was de eerste overwinning in de Eredivisie thuis ooit. Ja, bizar dat ze tegen dat soort clubs niet kunnen opbrengen. Dat ze daar te weinig intrinsieke motivatie voor hebben om daar gewoon een plicht te doen. Want zelfs NAC in een redelijk beroerde vorm zou van FC Emmen moeten winnen, denk ik. Ik heb het al, hè? Anko Jansen, topspeler. Ja. Maar er zitten toch wel stiekem wel ervaring in die groep. En dat zijn toch onze concurrenten. En we hebben daar dure punten laten liggen. Ja. Want het duurt nog wel even voordat we Emmen weer een keer voorbij zijn, volgens mij. Maar als we in deze vorm doorgaan... Dan hoe blij zijn als de Graafschap die 17 staat en nog keer passeren. Het is goed dat die er ook een even slecht doelsaldo hebben als wij. Dus als we daar gelijk mee komen, dan zal het ontspannen. Ja. Maar we moeten eerst maar zorgen dat we naast de Graafschap komen te staan, überhaupt. Want die wedstrijd tegen Ajax, hè? Ja. Is me alles meegevallen, moet ik zeggen. Wel, hè? Maar het is wel, ze moesten wel wat meer vertrouwen putten uit dat nieuwe systeem, hè? 5 verdedigers. Ja, en... Of jij nog wat? Ik ben hier zo blij mee. En met die Daan Klomp centraal in de verdediging. Ja. In plaats van Mert. Ja. Ja, en ik vond dingen. Je had zonder van zijn eigen doelpunt. Je kon er helemaal niks aan doen. Maar Mishart, nee? Ja, Mishart. Jetro Mishart. Ja, ik ben een fan van. Ja. Ik heb zijn familie ook al eens een keer gesproken voor die oefenwedstrijd thuis tegen Sparta. En dat zijn hele goede gasten. En ik ben Mishart fan. Maar hij stond er ook, hè? Ja. Eventjes gewoon 18 jaar. Ja. Je debuut tegen Ajax. Ja. Je staat onder druk. Ja. Ja, en dan zo voetballen. En dan jammer dat die keeper er, die toevallig van Ajax komt, in één keer helemaal missen. Ja. Toevallig, hè? Nee, daarom. Hij heeft eigen doelpunt. Maar hij liet zijn eigen, niet gek maken in de kopie. Bleef zijn hoofd koel houden en gewoon keurig debuut gemaakt. En daar gaan we denk ik nog veel van zien. Ik denk dat dit is de manier waarop we door kunnen. Tot de winterstop zoveel mogelijk puntjes te halen. Maar dit wordt dus onze linksback in plaats van Greg Lee. Ja. Zou dingen dat ook vinden misschien Rosheuvel? Rosheuvel? Of heeft hij wel anders te zeggen, denk ik? Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Ja? Dan gaan we even kijken. Leuk dat je weer kijkt. We zijn weer in Zundert. En vandaag hebben we Rosheuvel die onze vragen gaat beantwoorden. Dus kies er maar één uit. Of in één seizoen 2 keer gelijk tegen Willem II, of in een seizoen 1 keer winnen van Willem II, maar ook een keer verliezen. Dus of 2 keer gelijk, of 1 keer verliezen en 1 keer winnen. Dan ga ik toch voor 2 keer gelijk, want ik wil sowieso niet voor je verliezen. Niet verliezen? Nee.
En dan neem je maar voor lief dat je 1 punt minder hebt. Want als je zou winnen, zou je wel 3 punten hebben. Ja, inderdaad. Het verliezen is geen optie van Willem 2. Nee, zeker niet. Mooi zo. Trainen in Zundert of in Breda? Dan kies ik voor Zundert. Waarom? Dan kan je gewoon rustig voorbereiden op de wedstrijd. En dat het gewoon lekker wat rustiger is hier. En ik denk dat de faciliteiten ook hier goed zijn. Ja. En komen er nou vaak ook supporters naar de trainingen toe? Of? Ja, komen wel geregeld supporters. En denk je dat als jullie in Breda zouden zitten, dat dat dan meer zou zijn bijvoorbeeld? Dat denk ik wel. Want het is wat meer in de stad. En hier is het wat meer in de luwte. Dus het is wat relaxter gewoon voorbereiden. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Niet veel keus, maar... Liever 2 keer geel of 1 keer rood? Zo. In 1 wedstrijd dan? In 1 wedstrijd? Ja, dus pak liever 2 keer geel en dan rood of gewoon direct rood? Dan ga ik voor 2 keer geel dan. Ja, ben je een beetje een fanatieke speler of misschien wel agressief? Nee, zo pak ik heel weinig kaarten. Ja. Dus ik ben niet echt een speler die veel kaarten pakt. Heb je wel eens rood gehad in je carrière? Ik heb wel eens een rode kaart gehad, joh. Weet je nog wanneer dat was? Of tegen wie? Dat was afgelopen seizoen. Dus, tegen wie? Excelsior. Weet je nog wat je toen deed? Of, Een tackle van achter. Dus was het terecht? Of, Ik vond het niet terecht. Jij vond het niet terecht. Nee. Oké, we zijn straks weer terug met 3 nieuwe vragen voor Mika. Dus blijf kijken. Ik sta hier in Hartje Breda met Hans. En Hans is deze maand onze supporter van de maand. Hans, stel jezelf even voor. Ja, nou, ik ben Hans Hendricks en ik ga al vanaf pak een beet 1972 naar NAC toe. En in het dagelijkse bestaan ben ik docent op Avans Hogeschool. Woonachtig in Breda, 2 zonen, ook echt NAC supporters. Onlangs hebben we nog in de klok gestaan met z'n drieën. En getrouwd, dat is het eigenlijk. Dus al vanaf 1972, dus al 40 jaar ruim. Ja, ja, ja. Hoe is dat zo gekomen? Ik ben in dat seizoen, overigens een legendarisch seizoen, ben ik met mijn vader de eerste wedstrijd naar NAC Sparta geweest. En ik kan me in dat seizoen ook de wedstrijd herinneren waar ik ook aanwezig was. Dat was 2 keer tegen Ajax. Dat was de topper in Europa op dat moment, vergelijkbaar met het Barcelona van nu. Met Cruijff en ja, die met andere Cruijff namen. En Van Dijk en Neeskens en noem maar op. En toen won NAC voor de competitie en schakelde ze Ajax ook voor de beker uit in dat seizoen. Dus het was legendarisch voor mij. Ja, dat waren nog eens tijden dan. Ja, dat waren nog eens tijden. En als wat voor supporter zou u zichzelf omschrijven? Meelevend, absoluut. Sterk meelevend ook. Maar ook wel kunnen relativeren na een wedstrijd. Dus dan is het vaak met een maat van mij ergens een lekker biertje gaan drinken en even nakletsen over de wedstrijd. En dan zijn we het ook weer vergeten. Oké. En u zegt al meer dan 40 jaar als supporter. In die 40 jaar, wat is nou het moment wat u het meest is bijgebleven van NAC? Of de mooiste wedstrijd, een doelpunt, het kan iets zijn, iets. Wat is het mooiste? Dat is best moeilijk. Ik weet dat ik een moment heb meegemaakt toen in 1972, toen NAC won van Ajax en Adi Brouwer scoorde. En ik zat als leerling op de Petrus en Paulus school en daar was hij leraar op dat moment. En dat weet ik als kind nog, dat op de maandag werd Adi Brouwers ontvangen. Er werd een erehaag gemaakt voor hem op die maandag, want hij had 2 keer gescoord tegen Ajax en we hadden gewonnen. Een erehagen en als kinderen stonden we te klappen voor hem en het NAC-lied te zingen. Nou, dat heeft mij toen zo geraakt als kind. Dat vond ik fantastisch. Dat zal ik nooit meer vergeten. En ondanks dat we uit verloren bij Newcastle, fors ook, is de Europa Cup wedstrijd in Newcastle met de verhuizing van zoveel Bredanaars naar Engeland toe. U was er zelf ook bij? Ja, dat was een fantastisch moment. Dank je. Hartstikke bedankt voor je tijd, Hans. Okay. En wij gaan terug naar Mikael Rosheuvel. We zijn weer terug met Mika en we hebben nog 3 vragen voor hem. Dus Mika, kies er maar in uit. Je weet hoe het werkt. Ja. Oké. Een spectaculaire 4-4 waarin je zelf een hattrick maakt of een saaie 1-0 overwinning? Wat zou je dan kiezen? Ik ga voor een saaie 1-0 overwinning. Want het resultaat staat voorop bij jou? Ja, tuurlijk. Dus die hattrick komt later wel. Want 2 maanden geleden hadden we collega Mitchell hier en hij koos voor de hattrick ja. En voor het gelijkspel.
Oké. Nee, ik ga voor saaie 1-0 overwinning. Ja, en wat vind je, als je nou zelf zou moeten kiezen in die 4-4? Geef dan liever 3 assists of dat je zelf 3 goals maakt? Ik ga dan voor de 3 goals. 3 assists heb ik wel eens gedaan in de Eredivisie. Ja. Dus dan ga ik voor de 3 goals. 3 goals, ja. Oké, top. Kies er maar één uit. Dat is de ene laatste. Roze of zwarte kiksen? Dat is wel een dingetje, hè, nu. Ja, klopt. Ja. Wat schoenen, welke kleurschoenen heb jij nu? Ik heb nu grijs, maar je krijgt ze gewoon van je sponsor. Ah, je krijgt ze van je sponsor. En dan, als het roze is, is het roze. Zo. Dus je hebt geen inspraak in van ik wil blauwe schoenen of als jij roze krijgt, dan moet je er gewoon mee lopen. Oké. Wat ze nu uitbrengen. En maar het is voor jou ook niet, het is gewoon een bijzaak welke kleurschoenen je hebt. Ja, maakt inderdaad. Voor jou niet uit. Nee, dat maakt voor mij niks uit. Misschien, nee, oké, top. En de laatste? Oh, er zijn er 2. Ja, rood. Ja, kan je al voorbereiden niet? Ja, daarom. De winnende assist geven of zelf een doelpunt maken? En dan ook het winnende doelpunt. Dus of de winnende assist of het winnende doelpunt. Waar zou je dan voor kiezen? Zo. Ik vind beide even leuk om te doen. Ja, want wat vind je er leuk aan? Bijvoorbeeld aan een assist? Ja, assist. Als je het voorbereidende werk, als je dat doet. En als je ziet dat het afgemaakt wordt in de vorm van een doelpunt. Ja, dat is natuurlijk heerlijk gevoel van buitenspelen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als je scoort, bijvoorbeeld in het Radverlegstadion, dat het heel publiek gek wordt, dat ook wel echt een... Dan ga ik voor het winnende doelpunt. Toch wel het winnende doelpunt. En dan liefst tegen Willem II. Dat zou helemaal perfect zijn. Dat zou geweldig zijn, inderdaad. Ja. Nou, leuk dat jullie weer kijken. Volgende maand hebben we weer een nieuwe speler. En Mika, bedankt. En tot de volgende keer. Ja, we zullen toch... Ja, ik hoop dat we Groningen moeten hebben, toch? Dat we van deze rode lantaarn af zijn, dat hoop ik. Dat moet gebeuren tegen Groningen zondag. Ja, ik heb wel angst voor, want Groningen is al helemaal over zijn dip heen volgens mij. Die heeft ook van Feyenoord maar 1-0 verloren. En de andere wedstrijden hebben ze ook gewoon een goed spel laten zien. Ja, maar die hebben natuurlijk ook wel twee individuele goede spelers, hè? Met Mahi en Doan. En dat hebben we natuurlijk niet. Er zit gewoon nog steeds kwaliteit in. Dus die krijgen ze daar ook wel echt weer op de rit. Dus volgens mij moeten we lang niet meer naar Groningen kijken. Nee, maar het is wel vervelend, want ze staan nou 2 punten boven NAC. Nou, als zij winnen, wordt het 5. Zijn die ook al kwijt? Dan ben je kwijt, dan is het doei. Die haal je nooit meer in. Bijvoorbeeld, of Pierre van Hoornink moet Cristiano Ronaldo halen. Of, zo eerst in de verdediging beginnen. Zou Zlatan nog naar Europa komen voor een snabbeltje met NAC? Oh, die is te oud, hè, voor de Eredivisie. Ja, doet hij. Het is te oud. Nee. Dan hebben we echt nog een hels kawaii voor ons. Vitesse daarna? Die tegen Willem II zien voetballen, daar gaan we lang niet voor winnen, hoor, van Vitesse. We hoeven geen illusies tegen te maken, maar Willem II is ook wel slecht, hè? Ja, deze ook wel, maar ja, dat moeten we wel even benadrukken. En wij doen ook rare dingen tegen clubs die niet onze concurrenten zijn, dus waarom niet? Ja? Wij winnen van Heracles, waarom winnen wij niet van Vitesse? Dat zou kunnen. Ik kan 4 redenen geven. Wij pakken de bonuspunten tegen clubs die niet onze concurrenten zijn. En daardoor halen we punten waar we niks aan hebben, want de concurrenten lopen ook gewoon uit. Oké, prima. Het loopt wel een beetje tot de winterstop aan, hè? Daarna was nog PEC Zwolle uit en Heerenveen thuis. Ik denk dat we tegen PEC Zwolle best nog wel een kansje kunnen maken. PEC Zwolle is ook niet echt in al het beste doen. Het is ook kunstgras, daar snap ik toch wel niet heel best op. Kan. Ja, ze hebben nog gelijk spelletje ook nog wel mee leven. Ja, we moeten gewoon met elk punt dat we krijgen, we moeten gewoon echt blij zijn. Ja, nu is het natuurlijk wel een beetje pech met Ilić, blessure. Daar kunnen we niet zoveel aan doen. We hopen dat die gasten snel terug zijn, want dat is echt nodig. Ook niet dat Sporksleden het slecht doet, maar je haalt toch iemand, je scheurt gelijk zijn kruisbanden af. Is goed klaar, hè, tot de winterstop? Ja, precies, zo kan het ook gebeuren. Ja. Nou, we wensen die jongens het allerbeste. We hopen dat Sinterklaas nog wat puntjes voor ons in het verschiet heeft. Wat cadeautjes kan uitdelen. Maar niet alleen Sinterklaas, waarschijnlijk ook FC Groningen, Vitesse en Zwolle. En in ieder geval de kerst zien te halen. Maar even hoeveel punten, als laatste, hoeveel punten gaan we nog halen? Tot ik denk dat we blij mogen zijn als we met 13 puntjes... dat is 13, dat is Tilburg. Noem maar 14 puntjes. Doe maar 14 puntjes. Proost. Succes, jongens.
Breda Nu. Je weet het meteen.